Prachtige herfstkleuren rondom mij. En daar kunnen we dit weekende echt van gaan genieten. Want na al het onstuimige weer. Is het weekend rustig en zijn er ook flinke zonnige perioden? En dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied boven Frankrijk. Dat trekt naar het noordoosten toe en zorgt ervoor dat in dit weekend het weerbeeld erg rustig is. Storingen worden op afstand gehouden. Het is alleen wel van korte duur, want vanaf maandag wordt het toch wel weer wisselvallig. Hier zien we alweer zo'n storing. Die komt maandag richting Nederland, passeert dan ook en dan krijgen we weer te maken met regen. Maar het weekende verloopt vrijwel overal droog. Er is een kleine kans dat er nog een enkele. Buitje valt. Maar op de meeste plaatsen zoals gezegd blijft het droog en zijn er dus ook echt zonnige perioden. Na een frisse zaterdagochtend met temperaturen iets boven het vriespunt in het binnenland wordt het smiddags een graad of 12. De wind waait uit het westen en is overwegend matig. En met name de kustgebieden, ja, daar kan de zon het dan af en toe wat moeilijker hebben. Ook op de Wadden eilanden is de kans op bewolking wat groter. Bewolking die overheerst, moet ik zeggen. Zondag. Het wordt ook een prima dag met flinke zonnige perioden in het zuidoosten van het land zelfs veel zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 13 tot 14 graden in Limburg. De wind waait uit een zuidelijke richting en zorgt er dus voor dat er iets zachtere lucht wordt aangevoerd in combinatie ook met meer opklaringen. Maar ja, zoals gezegd, vanaf maandag slaat het weer weer om. Moeten we weer rekening houden dat er af en toe regen kan gaan vallen. En dat geldt ook voor de dinsdag de temperatuur. Die blijft zo rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Woensdag en donderdag zien er weer wat droger uit. Maar het zal mij niet verbazen als er toch lokaal een enkele bui valt.